Hartelijk welkom, mensen, hier bij de drie Israëls en de zeven zegelen bij Gods volk. We gaan verder. We hebben al heel veel geleerd. En het wordt nu heel interessant, want er komen dingen naar voren die echt moeilijk zijn, die niet direct te begrijpen zijn. En dat heeft met Zagaria te maken. Zagaria heeft hier een geweldig mooie profetie neergelegd, die heel veel te maken heeft met, zoals je weet. Babylon en met openbaring. En wat wordt wat daar precies bedoeld? Ik kan alleen maar. U vragen of u echt heel ernstig bidden wilt. Ook van tevoren. En nogmaals, die symbolentaal goed verstaat. Want als u nu de symbolentaal niet goed verstaat, dan wordt het heel moeizaam. Lastig. Nogmaals, God geeft het u en maakt het u indachtig. En ik kan ook lang niet alles uitleggen, want dit is een stuk dat vrij veel tijd vergt. Maar ik heb hem wel meegenomen als extra dat u gaat zien dat u steeds meer die symbolentaal van de Bijbel moet leren verstaan door oefenen, bidden, veel lezen. Dus vandaar, we gaan gewoon beginnen. Ziet u het niet, geen probleem, ga gewoon door. Het is geen moeten dat u dat beslist moet zien. Maar het is wel heel interessant als u dingen gaat zien. In sommige dingen kunnen we ook nog niet eens helemaal zeker weten. Dus vandaar ligt er ook nog een beetje een onzekerheid in die zin van het zou ook nog wel zo of zo kunnen zijn. En daarom heb ik ook wat meer dingen extra toegelicht, zult u merken. Dus vandaar, het voorwoord is even: ziet u het niet, begrijpt u het niet, ga gewoon door, geen probleem. Maar voor diegenen die toch echt alles willen weten, die kunnen hier ook verder mee doorgaan. En zelf ook studie naar doen. Want er ligt nog veel meer in, zoals je zult begrijpen, zoals ik al gezegd heb, maar daar hebben we nu geen tijd voor. Laten we maar gewoon beginnen. God bevestigt zijn woord direct al voor de tweede keer in Zachariah 6. We hebben dus Zachariah 1 besproken. En ik lief mijn ogen weer, dus wederom openbaring 10 op. Hou hier rekening mee dat dit heel vaak voorkomt in de Bijbel. Dus dat God wederom iets doet. En de profeten ook zeggen, wederom, en dan moeten wij opletten dat dat vaak met onze tijd te maken heeft. En ik zag en ziet: vier wagens gingen eruit van tussen twee bergen. Twee soorten van aanbidding. Twee bergen. Op een bergen werd altijd aanbeden. En nu kunt u gaan denken, bijvoorbeeld Sardis, Tietire, Of Sardoucamene, Laodicea. Of Sarda en Philadelphia, 144.000. Hoe moeten we dat zien? Ik heb een vraagteken achter gezet. U zult merken dat er iets beters voor is. Dus vandaar, u moet nu die symbolentaal gaan begrijpen: twee soorten van aanbidding. En die bergen waren bergen van koper. Aan de eerste wagen waren rode paarden, de eerste paarden dus. En aan de tweede wagen waren zwarte paarden, tweede dus. En aan de derde wagen, derde, witte paarden. En aan de vierde wagen, hagelvlekkige paarden. Dus we hebben vier paarden, vier wagens, zoals u ziet, die sterk waren. En ik antwoordde en zeide tot een engel, die met mij sprak, wat zijn deze? Mijn heren... En de Engel antwoordde en zeide tot mij. Dus nu moeten we de symbolentaal gaan verstaan. Wagen zijn goederen. Over het algemeen. En paarden heeft dus ook met het Evangelie te maken. De externe strijd hebben we geleerd. Zegels. Dus we gaan door om dit te proberen te verstaan. Wat belangrijk hierbij is, dat zal ik er nog bij vernoemen. En dat is het volgende: Houd hierbij telkens. Openbaring 6 plus 10 in gedachten. U moet natuurlijk nu naar die eindtijd toedenken. Openbaring 6 staan die paden natuurlijk in. En Openbaring 10 is wederom profiteren. Want we zien dat Zacharië 6 en Zacharië 1 het eerst verteld wordt. En wederom in Zacharië 6. Dus de Heer wil ons iets duidelijk maken. Wederom duidelijk maken. En vaak heeft dat ook te maken met, tweede keer in de provincie vermeld, ook tweede keer juist voor onze tijd. We gaan gewoon verder. Want er is nog iets bijzonders aan die paarden. Die worden uitgezonden. En die paarden hadden ook wagens bij hun. Laten we maar eens verder lezen. Bijzonder is dat er maar drie paarden uitgaan. We Lees weer Zachariërs 6. En dan gaan we dus nu mee verder. Deze zijn de vier winden, openbaring komt erbij, des hemels, uitgaande vandaar zij stonden voor de heren der ganse aarde. Aan welken wagen de tweede, de zwarte paarden. zwarte paarden. het woord van God is verduisterd, valse profeten zijn. Dat zijn dus de tweede. Die paarden gaan uit naar het noorderland. Koning van het noorden. Pausdom. Charta Is de eerste berg. Dat is veel logischer. is een manier van aanbidding. En de derde, de witte, derde paarden dus. 144.000 gaan uit dezelfde achterna. Dus ook naar het noordenland. De sjarthe En de hagelvlekkigen gaan uit naar het zuiderland. Atheïsme. Egypte, de wereld, Tweede Berg. Dus we zien dat daar met die paarden iets aan de hand is. Nu kunt u die hagelvlekkigen ook nog iets op invullen. Daar is een vervalst evangelie nog. Dus, en we weten ook, het land heeft altijd te maken met Egypte, de wereld en atheïsme. En die hagelvlekkigen kunnen ook veel met het spiritisme te maken hebben. Dus we hebben hier al drie paden: zwarte paden, valse profeten. De witte paden, een zuiver evangelie, gewogen evangelie. 144.000 in hagelvlekkige. Heeft alles ook met spiritisme en dus atheïsme te maken. En die gaan dus ook naar het zuiderland. En die sterke paden gingen uit en zochten voor te gaan om het land te doorwandelen. Het land is dus de aarde. Want hij had gezegd: ga heen, doorwandel het land. En zij doorwandelden het land. En hij riep mij en sprak tot mij, zeggende: zie, deze die uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben mijn geest doen rusten, stil staat er weer, in het Noorderland. En het bijzonder is nu geen rode paarden. Dus daar is iets met die rode paarden. Als we dit kunnen verklaren, zwarte paarden, valse profeten. En de witte paden, de 144.000. En de hagelvlekkige spiritisme, atheïsme, Egypte, de wereld. Dan kunnen we ook stellen, dan hebben we ook die twee bergen gehad. De manier van aanbidding. Hoe aanbidden wij? Nu kunt u natuurlijk ook daar meer op invullen. U kunt ook zeggen, de eerste berg is de Chardukemeene. En de andere berg is Godsberg. Natuurlijk, hier zijn heel veel varianten in mogelijk. En die mag u zelf ook vanuit de Bijbel toevoegen. Dus ik wil daar helemaal niet dogmatisch over zijn. Zo is het. Let goed op. Ik geef u een opstap om daarover na te denken. En om verder studie te doen. Ik heb er zelf ook meer gedachten over. Maar ik wil het beperkt houden bij deze. Wat bijzonder natuurlijk is, is dat die rode paarden. Die gingen niet naar het zuidenland en die gingen niet naar het. Noorderland. Dat is vreemd. Die waren er wel, namelijk. Dus God heeft ons iets te vertellen. En wanneer speelde het zich dat af in de zeven gemeenten periode? Laten we maar eens lezen. De tijdsperiode van het Tweede Zegel is dus 100 na Christus tot 313 na Christus. Dus daar kunnen we ook die tweede zegel invullen. Dat was dus in de tijd van Smyrna. Nemesis, Nero en Diocletian. Die enorme vervolgingen die daar speelden. En daar hebben we het tweede paard ook. Dus in die tijdsperiode wordt dat tweede paard in de geestelijke geschiedenis gedaan. Maar wij willen nu naar het moderne Israël denken. En dat is belangrijk dat we dat telkens meenemen. Maar dan moeten we weer terug naar de openbaring. We hebben nu zager gelezen. Eerst keer vier paden. En die vier paden die hebben een bestemming waarvan één dus niet een bestemming heeft, of beter gezegd, een andere bestemming heeft. Laten we dat goed begrijpen met z'n allen. En dan gaan we nu terug naar openbaring 6. Want daar kunnen we weer meer uithalen. Een stukje herhaling, maar in dit geval wel belangrijk, natuurlijk. Openbaring 64a. En toen het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie. En een andere paard ging uit dat rood was. Dat willen we dus nu behandelen. Hier spreekt het tweede dier voor zijn periode in de tijd van Smyrna: Tweede gemeente. Nero, Diocletian en die tien jaar. Hebben we al besproken. Rood is de kleur van het bloed, het betekent offeren voor de ontfeilbare waarheid en een zuiver evangelie. Dat gebeurde daar in Smyrna tijd. De trotse heersers, maar ook mensen hadden het zuivere evangelie van Jezus Christus niet meer nodig. Dus dat hield ook in dat ze het zuivere evangelie brachten, dat ze dan ook sterven. Dat was de andere kant. Het Romeinse rijk dat Gods kinderen met het zuivere Evangelie niet kon overwinnen, begon met bloed vergieten, waardoor er vele martelaren vielen om het getuigenis van Jezus Christus. Dus we vinden dat in dat rode paard weer terug. Ook in de geestelijke geschiedenis. Geen vermanende tijd voor de zevende Tisten ook in die derde periode. Maar ook toen, in die christelijke periode. Christenen, maar wel een opofferende tijd voor het zuivere Evangelie. En u ziet hier ook nog een tekst staan die u weer kunt doorlezen. Dus wat kunnen we nu concluderen? Dat dat rode paard dus absoluut met die martelaren te maken moet hebben. Want dat was ook in die smerende tijd. En die hebben ook geen vermaning. En we weten ook dat er vele martelaren zullen komen. Dat hebben we allemaal besproken. En ik laat u straks nog even die tekst nog lezen, dat we dat goed op een rijtje hebben. En dan gaan we verder, want bij openbaring 6-4b, dat hoort er nog bij, en die die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. Voor de christenen in deze tijd was er geen tijd om het evangelie te verkondigen. Door Nero werd veel van een oprecht christen zijn geëist. Dat mag duidelijk zijn. Maar het werd nog erger in die Diocletian-tijd, die tien jaar. Zwaard is het onfeilbare woord van God. Waar de christenen toen alleen op vertrouwden. Deze gemeente had ook geen vermaning nodig. De 144.000 derde keer bij die martelaren-tijd. Zwaard is ook staatsmacht. Proconsul. Weten we ook. De macht van de staat, nieuwe Wereldorde, stond op tegen de macht van Gods Woord. Dit verloor de staat. Mag duidelijk zijn, want waar één christen viel, kwamen er tien voor terug. Dus moest de duivel een andere tactiek bedenken. En dat zal straks in die tijd van die spaadregen ook zijn. Als die faalt. Dan staan die oprechte kinderen van God voor Gods woord. Maakt hun niet meer uit wat er gebeurt, want ze weten dat ze kunnen sterven in die tijd. Als ze deze laatste waarheden gaan aannemen en gaan uitdragen. Dat moet voor ons heel duidelijk zijn. Voor ons allemaal. Ook als we denken dat we bij de 144.000 mogen horen, of als we denken dat we bij de 11.000 werkers mogen horen. Hou dat. Wel voor jezelf vast dat u zo sterk in het geloof staat dat u alles goed vindt wat er gebeurt. Want u bent een dienstgerecht van onze geliefde Heer Jezus. Een belangrijk punt wat we hier met z'n allen aanraken. Dus even in de geschiedenis ook gekeken. De periode van het rode paard. Jozé maakt een beeld van het beest Rome. Openbaring 13, de versen 11 tot 15 dan zien we ook die zondagswet. Die compromissen spelen zich daar ook af. Dat is ook die tijd van Nero natuurlijk. De tijd van Nero tot Constantijn zondagswet is de tijd van de grootste verdrukking voor de christenen in het evangelie. De Smirna tijd, maar geen vermaning aan Gods gemeente. De Johannes de Dopers. Dus dat de rode paad in die Smyrna-tijd heeft alles te maken met de martelaren en de Johannes de Dopers die daar op dat moment zullen zijn. Weet dat ze er zullen zijn. Natuurlijk, hoe dat gaat en wat er gebeurt, weten wij niet. Moeten we ook in berusten. Dat vertrouwen moeten we ook continu uitstralen naar God toe. Want als we dat niet hebben en onrustig in onszelf worden, Oe, ik wil niet bij die martelaren horen. Of ik wil geen Johannes de Dopers zijn. Waar is dan het vertrouwen naar onze geliefde Heer Jezus Christus? Laten we wel zijn. Dus vandaar, we nemen dit wel mee. In, dit is ook een, wel een van de moeilijkste delen binnen deze studie. Natuurlijk, van hoe moeten we dat zien? We gaan ook even terug naar die tien dagen. Want u ziet vlak voor die eerste plaag, ook op die totaalplaat, ziet u weer dat daar een heel. Pijnlijk moment komt van dat doodscreet, is nog apart ingevuld. En dan spreken we ook over deze tijd. We kunnen in die smerende tijd ook zien, in die 303 tot 313, dat is op tien jaar, dat die eerste 100 jaar waren voor Nero, en die laatste tien jaar, de pijnlijkste tijd, voor Diocletian. Dus daar zat ook in die tijd ook een verdeling in. Wel tien jaar, tien dagen spreekt de Bijbel over, maar. Die verdeling kunnen we ook weer een beetje terugvinden in onze tijd. Die komen gaten. De tien dagen, jaren van vervalling. 303 tot 313. Na Christus, openbaring 2 vers 10. En dan spreken we dus echt over die laatste jaren. Want de smiddernaar tijd liep van 100 tot 313 na Christus. Overal werden de christenen vervolgd door Diocletian. De christenen brandden als fakkels in de tuin van Nero. Maar waar er één christen stierf, kwamen er tien christenen voor terug. Op in de derde tijd. Je ziet hier nog een afbeelding. Keizer Diocletian, straks Amerika. De vervolgingen en moorden van Diocletian, Nieuwe Wereld, altijd leider met de derde keer dus, de derde periode, waren de gruwelijksten in de gehele wereldgeschiedenis. En we weten natuurlijk niet exact hoe dat gaat, maar Amerika zal erin deelnemen, maar we hebben ook nog een derde W. Islamieten, radicale islamieten wel te verstaan, hebben daar ook deel in. Dus als we dat eens een beetje gaan zien en gaan begrijpen, het zal gruwelijk zijn. Dat snappen we en begrijpen we allemaal. Maar we moeten ook begrijpen dat we door die Inzichten in het Oude Testament meer inzicht krijgen in die laatste tijd. En daar zijn we ook mee bezig. En daarom moeten we wel eens even dieper graven in de Bijbel natuurlijk. En meer kennis ophalen. Maar begrijp goed, de Heer helpt zijn volk. Laten we dat ook vooral niet vergeten. Hier staat het al. Over Jacob ontfermt zich de Heer en Israël wordt verkozen. Nadat de aarde en de paarden stil zijn. In rust zijn. Uitstotting Heilige Geest, weten we. Want de Heer zal zich over Jacob ontfermen. En hij zal Israël nog verkiezen. En hij zal hen in hun land zetten. En de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen. Dus tot die 144.000. En zij, dus uit Babylon, zullen het huis van Jacob aanhangen. Vindt u dat dus weer terug, alles wat wij geleerd hebben, vinden we ook continu weer... in de profetieën terug. En de volken zullen hen aannemen... en in hun plaats brengen. En het huis Israëls... zal hen erfelijk bezitten... in het land des heren... tot knechten en tot maarden. En zij zullen gevangen houden... degenen die hen gevangen hielden. Dus de zaak wordt omgedraaid. En zij zullen heersen... over hun drijvers. En het zal geschieden... Ten dagen wanneer u de Heer rust geven zal van uw smart en van uw beroering, dus die opschudding die er geweest is, en die crisis, en van de harde dienstbaarheid waarin men u heeft doen dienen. Heeft natuurlijk ook vooral te maken met de kerken aan zich inlijk. Maar we zien heel duidelijk dat de Heer zich gaat ontfermen over Gods overblijfsel, over Jacob. Dus dat is een prachtig. Daarom zeg ik: die positieve dingen moet u er wel bij nemen. Anders worden we bang natuurlijk. Van, we kijken alleen maar naar die slechte dingen en ik wil het niet meer horen. Nee, u moet wel alles in het totaal zien. En ook de waarschuwing daarin betrekken voor uzelf. Als je dat niet doet, ja, dan blijft er ook weer iets over dat u zegt: ja, laat maar. Ik ga er niet diep genoeg op in. Want we willen eens verder gaan in Jesaja. Jesaja 14. Heeft mooie dingen te vertellen. Dan gaan we verder met Jesaja. Want welke spreuk wil God ons leren? God onze spreuk leren, ja. Dat lezen we weer in de eerste regel. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel. Dus de leider van de nieuwe wereldorde. En zeggen, hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de gouden. En dat staat er niet. Hoe houdt de stad op? En Rome staat er dan niet achteraan, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met die drijver. Babylon, de leider van de nieuwe wereldorde. Die stad, en dat is zeker niet de Goudene. Een foutje dus van de vertalers. De Heer heeft den stok der goddelozen gebroken. Dat klopt, de staf van de paus. Den scepter der heerser. De nieuwe wereldorde, eerste keer... Keizerlijke Rome, tweede keer die 1260 jaar, en de derde keer na de Zonderswet. Die drievoudige profetie zien we weer terug, die de volken plaagde in verbogenheid met een plaag zonder ophouden, die in toren over de heidenen heerste, die wordt vervolgd, dus de zaak wordt omgedraaid, nogmaals. Pausdom, eerste keer door Frankrijk, tweede keer 10 koningen VN, Openbaring 17-16. En dan worden die vrijmetselaars en die VN, die gaan het pausdom vervolgen. Maar vooral de laatste keer bij Armageddon door God zelf natuurlijk. Zonder dat het iemand afweren kan. De ganse aarde rust. De ganse aarde heeft die spaaderregen ontvangen. Zij is stil. De weterkomst is op handen. Juist bij die eerste plaag. Openbaring 22, vers 11. Zij maken groot geschouw met gejuich. God laat ons één op één zien wat er staat te gebeuren. Zoals u leest in Jesaja 14. En zo moet u leren die Bijbel te lezen. De profetieën te lezen wel te verstaan. Laten we eens verder lezen. Hierna komen de drie andere zegels. En weeën. Dus we hebben de paarden gehad nu. En daarna komen dus die andere zegels, andere. Weeën. Bitter zegt drie bezuinen, vijfde, zesde, zevende bezuin. En die worden dus weeën genoemd. Let op dat u gaat verstaan hoe dat verband ligt. Vier, drie combinatie. Hebben we al veelvuldig besproken, dus u moet ook in die vier, drie combinatie blijven denken. Want hier gebeurt er iets anders. Begrijp goed dat er een enorme verdrukking komt. In onze tijd, de periode van de nieuwe wereldorde. Openbaring 13, bijna vervuld. Neem die ook even voor jezelf mee. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden die in den Heeren sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten, mogen, dit is dus echt rusten, mogen van hun arbeid. En hun werken volgen met hen. Dat heeft dus alles met dat rode paard te maken. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En die het beest en dezelfde beeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij. En dan gaat het verder. Dat is dus ook het rode paard. Dus rode paard hier, rode paard daar. Dan weten we dat we dus nu ook in die periode van die drie zegels en drie ween zitten. Daar draait het even om. We zullen heel goed verstaan dat we steeds verder in die openbaringprofessie komen. Want we komen nu in dat vijfde zegel terecht. De eerste vier hebben we gehad. We komen dus ook in die drie-combinatie terecht. Daar draait het om. Drie combinatie, vijfde zegel. En daar speelt iets. Iets interessants. Woorden zeggen iets. Want het speelt natuurlijk zich af in onze geschiedenis. Wat gebeurt er dan in de geschiedenis? Openbaring 6. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde... met zwaard en met honger en met de dood... En door de wilde beesten. Situeer die vier verhoudingen. Die dood is vaak de pestilentie. En die wilde beesten zijn koninkrijken der aarde. We krijgen straks tien, zoals je weet. En toen het, dus dus Christus, het vijfde zegel geopend had. We zijn nu bij het vijfde zegel. Zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren? Eerste keer door keizerlijk Rome. Tweede keer door pauselijk Rome. Om het woord Gods. En om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, belangrijk woordje heb ik al eerder gezegd, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreek gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd Rusten zouden. Rusten is dus echt rusten. Totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn. Die gedood zouden worden. Derde keer komt door het moderne Rome in samenwerking met de Jozee. Openbaring 13, dat weet u. Gelijk als zij. Dus dat gelijk als zij houdt in dat ze hier en de eerste keer door het keizerlijke Rome zijn gedood. De tweede keer door pauselijke Rome. En dit is dus vooral natuurlijk. in het geestelijke Israël gebeurt dat. Maar je zult begrijpen dat door het keizerlijke Rome. denk aan 70 na Christus. ook vele letterlijke Israëlieten zijn gedood. En daarom komt dat woordje. hoe lang daarbij? Hoe lang duurt dat? Totdat die rechtvaardigheid komt. Die oprechtheid van God. om ook. Het oordeel te vellen over het pausdom. Dat staat te wachten natuurlijk. Rome, wel te verstaan. Moderne Rome. Keizerlijk Rome. Al die drie die worden wel berecht door God. En vooral in het eind van deze geschiedenis en nog een keer bij Goog Magog. Maar het draait om het woordje hoe lang. Hoe lang. En ze moeten nog rusten. Dus er is een rustperiode totdat God zijn oordeel over de verborgenheid en ongerechtigheid uit zal gieten en daar hoort dus alles onder, ook het pauze. Als we dat nu weer uittekenen op onze totaalplaat, wat krijgen we dan? De parallel tussen het letterlijke en het moderne Israël. En dan gaan we eerst kijken bij het geestelijke Israël, want dat hebben we gelezen natuurlijk. Wat zien we dus? Hoe lang kunnen we plaatsen in de geschiedenis? Anders wordt het straks allemaal veel te veel. Geestelijk Israël zien we in de Openbaring staan hoe lang? Vijfde zegel. En dat klopt dus waar we mee bezig zijn. Zagarië 6 en Zagarië 1 horen bij elkaar. Zagarië 1 kunt u stellen is in het letterlijke Israël vervuld. Zagarië 6 is in het geestelijke Israël vervuld. En dat Zagarië 1, 6, openbaring 6 allemaal weer terugkomt in het moderne Israël. Dus het moderne Israël is ontzettend belangrijk voor onze tijd. Gaan we nog even weer terug naar openbaring 6. Waarom is Openbaring 6 zo belangrijk voor onze tijd? En toen het, Christus dus, het vijfde zegel geopend had, daar staat dus, hebben wij gelezen net, hoe lang staat hier? En dan gaat zuster White verder. Hier worden tonelen aan Johannes getoond die niet werkelijk zijn, maar die dat in de toekomst over een bepaalde periode zullen zijn. Dat is interessant. Als zuster Waite zegt hoe lang dat dat over een bepaalde periode in de toekomst zal plaatsvinden, dan moeten we dus enorm opletten wat hier speelt. Toen het vijfde zegel geopend werd zag Johannes in een visioen onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Dus dan zien we heel goed dat die martelaren daar komen. Hierna Kwam de scène die in het achttiende hoofdstuk van Openbaring vermeld staat. Als degenen die geloven en rein zijn uit Babylon, onze tijd, worden geroepen, zegt zusterwaard. Dat is dus de luide roep. Tot lang? Tot lang? Dan komt dus die luide roep. En wanneer? In onze tijd, bevestigt zij heel duidelijk. Dus dat vijfde zegel heeft dus alles te maken met het moderne Israël. Dat is wat u heel goed moet verstaan, tot hoe lang in onze tijd. Dus daarom heb ik in het begin ook gezegd, die vier dieren, die vier zegels, met die vier gemeenten, die horen allemaal bij elkaar, met die vier bazuinen, kunt u er ook nog bij zetten. Lopen allemaal parallel, maar met die laatste drie is iets bijzonders aan de hand. Als je dat gaat verstaan, dan zult u begrijpen dat we die tijd dus weer terugkrijgen in onze tijd. Neem hem mee in uw gedachten, in een moderne Israël tijd. En dat bevestigt zuster Waard hier ook heel duidelijk. We hadden hier al hoe lang, wat krijgen we dan? Ook hier, bij het moderne Israël, ook hoe lang. Dus we hebben het plaatje steeds completer. En we zullen echt merken, als u de profetieën gaat lezen... Dat het woordje hoe lang overal staat. vind je overal. En dan moet je dat natuurlijk wel in een goede context altijd lezen. Laten we maar eens kijken met z'n allen. De roep hoe lang, vraagteken, komt uit alle delen van de Bijbel weer terug. Laten we maar eens lezen. Toen antwoordde de engel des heren en zei de heren der heerscharen, 144.000. Hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem, Sion, en over de steden van Juda? 70 op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaar. Weer na de 70-jarige ballingschap, na de vierde generatie. Neem geen tijd hier meer in mee, wel die vierde generatie, naar de gebeurtenis, want dat heeft zuster White gezegd. Hoe lang heeft alles met onze tijd te maken? Die gebeurtenissen zullen zich herhalen. In het Oude Testament, in de tijd van het letterlijke Israël, zien we ook dat men in ballingschap was en men hieruit verlost wilde worden. Zoals ook nu, geestelijk. Hoe lang? Na nou, de eerste keer ballingschap, tweede keer, middeleeuwen, derde keer zondagswet. En dan kunt u dus ook invullen, hierbovenin, in het letterlijke Israël, hoe lang... Dus dan hebben we letterlijk Israël, hoe lang? Geestelijk Israël, hoe lang? Modern Israël, hoe lang? Alle keren vindt u dat weer terug. Wat wil dit nog meer zeggen? Als u bijvoorbeeld nu naar Ezekiel 9 toe gaat, en dat zijn diegenen die die smarten verdragen in die gemeente, die roepen nu ook: Hoe lang, heren, duurt dit nog? Help ons mee ook geestelijk te bevrijden. Dat we deze geweldige waarheden tentoon kunnen spreiden. Want u zult merken in die zevendagstaartvertisten gemeente, dat u gehaat wordt om de waarheid te vertellen, en omdat u die waarheid vertelt. En dan moet in u opkomen: hoe lang, heren, duurt dit nog? Het is verschrikkelijk. Die gruwelen die daar gebeuren in alle kerken, wel te staan, ook in de zuidelijke maar ook in die Adventisten gemeente. Dus vandaar dat die 144.000 en de elfde uur werkers die diepte schots moeten kunnen ontdekken in dat verlassingsplan. Die moeten diep in hun hart hebben: hoe lang, lieve heren duurt het nog dat we geestelijk zo belaagd worden? Voor de zonderswet, maar ook na die zonderswet. Want zo zal die strijd natuurlijk zijn: enorm zijn. En als we dan de pioniers er weer bij pakken, die vertellen weer echt weer over die scheiding. Nog even. Die gemeenten te herhalen. Want het is gewoon belangrijk dat we dat goed begrijpen. Wat James White daar dus ook zei op dat moment. De geschiedenis van de zegels en de gemeenten herhalen zich. Dat weten we nu. Wij zijn de gemeenten, de zegels en de dieren. Of levende wezens. We hebben het al gehad, maar ik wil het heel goed nogmaals tot u door laten dringen. Zover ze dezelfde tijdsperiode over bruggen nagegaan. Ook komen de laatste drie gemeenten en de laatste drie zegels niet overeen als het om tijdsperioden gaat. Begrijpt u nu die zin? Zoals het bij de eerste vier gemeenten en de eerste vier zegels wel het geval is. Maar zoals wij hebben laten zien, komen de gemeenten, zegels en de dieren overeen wat betreft dezelfde tijdsperiode die bijna 1800 jaren overbrugt zodat zij ongeveer tot een halve eeuw voor de tegenwoordige tijd uitkomen. Dus we kunnen wel stellen, met z'n allen, dat die drie laatste zegels bijzondere zegels zijn. En dat daar meer inspeelt dan alleen maar tijdsperiodes. En dat klopt ook, want in die tijdsperiode van die drie laatste zegels zit dus de gemeente in, in de Philadelphia Gemeente. ...in de Laodicee-gemeente Dus vandaar kunnen wij ook weer duidelijker zien wat, wat daar mee bedoelt. Heb ik proberen uit te leggen, maar nogmaals, niet genoeg, dat begrijp ik... ...want er is nog veel meer in te vinden. Maar we plaatsen weer even in zijn totaliteit. De parallellen tussen het letterlijke en het moderne Israël. Het eerste paard, die hadden we hier ook al getekend... Het tweede paard, het derde paard. in het vierde paard. met die drieënhalf jaar weer. Dus weet waar we over spreken op een bepaald moment. Dat we steeds beter die dieptes gods kunnen ontdekken. En we hebben nog een moeilijk punt. We gaan nog ietsjes verder. Ik heb al gezegd, dit is een van de moeilijkste delen van deze presentatie. En we willen nog iets onderzoeken met z'n allen. Laten we maar eens lezen: Als Gods volk één volk zou worden. Moeten ze eerder verstrooid zijn geweest? En de heren antwoordden den Engel, die met mij sprak, goede woorden, troostelijke woorden. En de Engel, die met mij sprak, zeide tot mij: Roep uit! Zeggende: Alzo zegt de heren der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met grote ijver. En ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen. Want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heer alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heer der heilscharen. In het richtsnoer, meetsnoer, Openbaring 11 vers 1 plus Ezechiël 9 heeft er ook mee te maken, zal over Jeruzalem, dus over de zeven dagzaad uitgestrekt worden. Roep nog. Roep uit en roep nog. Zeggende: Alzo zegt de Heer der hij is scharen. Mijn steden zullen nog uitgespreid worden. vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten. en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. We zullen zien dat juist in die eindtijd. die roep onroepelijk nog zal blijven doorklinken. Die verstrooiing is er wel. Ze zijn verstrooid over de wereld. Dat weten we, maar het zal één volk worden. Dus zij moeten eerst verstrooid zijn geweest. En dat lezen we hier ook met z'n allen. En dat is Gods volk ook. Die is nu verstrooid. Die 144.000 zijn niet bij elkaar. Uh, de Shaddukemene is niet bij de 144.000. Al Gods oprechte kinderen zijn verstrooid. En God ijvert met grote ontferming erover. Dus neem dat voor uzelf wel mee, dat God. Iets groots gaat doen over Jeruzalem en over Sion. De verstrooiende machten, de hoornen, verstrooien Juda, Israël en Jeruzalem. Dat is natuurlijk al gebeurd. En ik hief mijn ogen op en ik zag, en ziet, er waren vier hoornen, vier machten. Heeft ook weer met letterlijk Israël te maken, omdat dat in Zaggerie 1 staat. En ik zeide tot een engel die met mij sprak: Wat zijn deze? En hij zeide tot mij. Dat zijn de hoornen welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Dus er zijn vier machten die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Houd dat even in de gaten. 4, 3 plus 1. Israël is een verbijsterd. Dat staat er niet. Een verstrooid lam. Israël, dat moet je ook even in meenemen. Dat de leeuwen verjaagd hebben. Leeuw, leeuw Babylon. De eerste die hem heeft opgegeten was de koning van Azuur. En deze, de laatste, Nebuchadnezzar, de koning van Babel. Koning van het noorden, even in onze tijd meegerekend. Heeft hem de beenderen verbreizeld. Zo ver gaat Babel met Israël. En dus ook met Gods volk. Daarom, zo zegt de Heere, der Heer Scharen, de God Israëls, ziet... Ik zal bezoeking doen over den koning van Babel. De koning van Babel is koning van het noorden, is het pausdom. En over zijn land, gelijk als ik bezoeking gedaan heb over den koning van Asur. Dus we zien, de vijanden van Gods volk worden onherroepelijk gestraft. Juist in Jeremia 50. En Jeremia 50 heeft alles te maken met Babylon. En juist ook met onze tijd. Dus die verstrooiing die er is door die vijanden van Gods volk, is letterlijk natuurlijk, maar die vijand kwam altijd uit het noorden vandaan, en Asur, de koning van Azuur viel Noord-Israël aan, en Babylon viel dus Juda aan. Leest u dat in de geschiedenis nogmaals na. Dus we hebben met twee koningen van het noorden in het letterlijk Israël te maken. En we zullen straks ook zien dat wij... In principe ook met twee koningen van het Noorden hebben te maken. En dan spreken we over het Pausom, koning van het Noorden, en die gaat samen met Amerika. Dus dat worden ook vijanden van Gods volk. Er zit nog meer in verweven, maar houd daar rekening mee. Tien stammen. Noord Israël, één stam, Juda. En wat weten we? De koning van Assyrië heeft de tien stammen aangevallen en Babel, Nebuchadnezzar, heeft Juda aangevallen. Kunnen we weer op onze tijd betrekken? Neem me mee in uw gedachten. En dan gaan we verder met die verstrooide. De verstrooide machten verstrooien. Juda, Israël en Jeruzalem. Er worden opnieuw gemeten. Let op, de meting begint na openbaring 10. Eerste en tweede keer. Wordt twee keer gemeten. Gods volk. Zacharië zag toen de machten die Juda, Israël en Jeruzalem hadden verstrooid. ...gesymboliseerd door vier hoornen. Direct daarop zag ik vier smeden. Zusterwaait ziet wat. Die de middelen voorstelden door de Heer gebruikt om zijn volk en het huis van zijn eredienst te herstellen. Dus er komen machten om Gods eredienst te herstellen. Nu is dat openbaring 16 vers 13. Draak, valse profeten en het beest plus de derde wee. Dat zijn dus drie plus één, zijn vier machten. Ook in het geestelijke en in het moderne Israël wordt er twee keer gemeten bij het volk van God. En hij zei er tot mij, gij moet wederom profiteren. Zeven hervormingsperiode voor vele volken en natieën en talen en koningen. Dat weet u, dat is openbaring 10 vers 11. En dan gaan we verder met openbaring 11 vers 1, dat komt erna. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide: Sta op en meet de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het vooraf uit, tweede meting, is dan voorbij. Dat van buiten de tempel is. En meet dat niet, want dat is den heidenen gegeven. U zult heel goed begrijpen dat die voorhof alles met het heidendom te maken heeft. En ook met het pausdom te maken heeft. We kunnen heel goed zien: verstrooiing is er geweest, dan wordt er gemeten. En we zien dus ook dat daar vier machten, vier hoornen aan het werk zijn. Weer zoiets komt heel veel bij elkaar. Dus algemene kennis van de Bijbel is nu ontzettend belangrijk. We hebben dus met vier hoornen te maken. Dat klopt ook: pausdom. Ik zal het anders bewoorden: het beest, pausdom, de draak, de VN, de valse profeten uit Amerika vandaan. En we hebben met nog een vijand te maken, een 3 plus 1, en dat zijn de islamieten, radicale islamieten wel te verstaan. Ik heb al gezegd, die worden niet blij als u die sabbat houdt, want zij moeten van de vrijdag naar de zondag toe, en u moet van de sabbat naar de zondag toe, en dat doet u niet. Dus u hebt er nog een vijand bij op geestelijk vlak. En dus ook letterlijk vlak naartoe. Want zij aanbeerden ook God op hun manier. En wij aanbeerden ook God op onze manier. Dus er komt nogal iets los op dat moment. En we zien dat we opnieuw gemeten worden. Wederom profiteren? Dat gebeurt dus direct na openbaring 10. En er wordt dus ook gemeten, Gods gemeente wordt gemeten. In die tijd van 1844, rondom 1844. Openbaring 10a. Gebeurt in 1844, 22 oktober weten we, was die teleurstelling, was een meetmoment. En straks komt het weer bij die zondagswet, komt weer zo'n meetmoment. Beter gezegd, al bij 2011 september gaat God meten, tot de zondagswet. Dus bij deze een meetmoment en die verstrooiing met de vier hoorns. Veel punten natuurlijk, maar er zijn nog veel meer, maar je kan lang niet alles behandelen. Maar dat zullen we later nog als over maken. Er wordt eerst gemeten voordat er wordt geoordeeld. Lucas 12, vers 48. Wederom hief ik mijn ogen op, tweede keer, en ik zag, en ziet er was een man. En in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide: Waar gaat gij heen? En hij zeide tot mij: Om Jeruzalem, Sion, te meten. Om te zien hoe groot haar breedte, hoe groot haar lengte wezen zal. En ziet, de engel die met mij sprak, ging uit. En een andere engel ging uit hem tegemoet. Dat zijn dus al twee engelen. En hij zeide tot hem: Loop, spreek deze jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal dorpsgewijs bewoond worden. Vanwege de veelheid der mensen en der beesten, koninkrijken dus. Die in het midden derzelve wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heer: een vurige muur, een wet, een banier. De Sabbat dus. Rondom. En ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Dus er is gemeten. En na de meting zal Jezus Christus een vurige muur rondom Gods volk zijn. En als we dat zien, dan zien we dus totaal dat verlossingsplan weer. Wederom profeteren. Er wordt gemeten. Direct na Openbaring 10. En dan komt Openbaring 11. Vers 1. En dan gaat God voor ons strijden. Dus let op hoe dat verlossingsplan in elkaar zit. En de Heer wil ons continu helpen in alles, dat begrijpt U. Dus vandaar dat ik ook zeg. De Heere doet het bij u en die vertelt het u, en die brengt het ook bij u binnen. Dus als we nu die laatste gaan invullen met z'n allen. De parallellen tussen het letterlijk en het moderne Israël, wat zien we dan? Meten, meten, meten. Dus de Philadelphia gemeente, Gods volk, bij het letterlijk Israël, wordt gemeten. Hebben we gelezen. En we hebben ook in de Philadelphia gemeente, openbaring 10a, wordt gemeten. Vanaf die tijd van 200.000 naar 50 milliliter. Meetmoment. En we weten ook een meetmoment vanaf... 2001, tot die zondagswet in onze tijd. Dus we zien continu diezelfde drievoudige profetie terugkomen. En dat is iets wat u kan en mag leren. Dat mag ik ook leren. En nogmaals, we kunnen lang niet volledig zijn. Ik kan lang niet volledig zijn hierin. U bent degene die steeds verder moet doorzoeken en moet gaan verstaan. Van ik zie steeds meer, ik zie steeds meer. En dat is de bedoeling van deze studie. Dat u nu in eerste instantie natuurlijk wel vraagtekens zet, maar dat u doorgaat met studeren. Dit gaat leren. Lieve broeders en zusters, hier ben ik al zeven jaar mee bezig. En natuurlijk niet helemaal deze laatste studie, maar de laatste zeggen en schrijven twee jaar continu met de provincie in bezig. Of beter gezegd veel meer met de provincie in bezig dan de andere delen van de Bijbel. Waarom? In dit geval om dat heel goed helder te krijgen. Dus vandaar, hou er rekening mee. De Heer wil u helpen, vertelt u alles. Maar u moet zelf wel die kwaliteitstijd vrijmaken en veel bidden natuurlijk. Dat mag duidelijk zijn. We stappen eerst weer. Er is al heel veel geweest volgens mij. In de drie Israëls en de zeven zegelen bij Gods volk. Ik hoop u straks ook weer te zien in deel 6. Dat we nog meer eruit kunnen halen. Nogmaals, u kunt zelf ook daarin verder gaan. Graag tot straks en tot ziens.